Goedenavond inmiddels, luisteraars of kijkers. Hey, wat later dan verwacht de livestream? Naast me zit Vincent Verkuik, voormalig jeugdbondscoach. Mijn naam is Marcel Kra, ook voormalig of jeugdbondscoach nog steeds. We gaan kijken naar de tweede game. Tussen de wedstrijd Kim van Maas en Ding Yaping. Eerste game naar Ding. Oei. Ja, prima eerste rally van Kim tegen Yaping. Yaping speelt met verschillende soorten rubbers. Rode zijn de lange nop en de zwarte zijn korte noppen waar ze mee speelt. Nou, de start van de tweede game oog beter bij Kim, hoewel het wel 0-2 is voor Ding. Speelt wat geduldiger. Goed die aanval. Dat we ook in de eerste game zagen, Vincent, de service van Ding. Wat kan Kim volgens jou nog doen nu? Ze heeft geen andere kans dan ze moet hem aanpakken. En ze moet en dan maar mis, maar niet zeg maar te passief daarin. Want dan komt ze er telkens doorheen. Nou, wederom lange service, Kim. Meteen in haar spel te komen. Je ziet ook dat de wisseling bij het ding, dus het draaien met een bedje. Speelt dus niet vast met het rode rubber op backhand of zwart op voorhand. Nou, ik weet zelf eens met de service. Ja. Wordt dit een dooi, hè? Kijk, ze draait al. Ik vind het zelf ook moeilijk te zien. Straks op een paar keer zit ik aan de zijde. En Annie zei dat ook. Het is zo moeilijk te zien of er wat erin komt. De ene keer vliegt hij onder het net en de andere keer vliegt hij omhoog. Het is producent gevarieerd. Ding speelt ook in de Bundesliga. Is daar een speelster die een hoog percentage speelt. Ik denk dat het goed is dat ze gewoon volhoudt. En blijven zoeken naar een oplossing. Korte service. De lange nop de aanval nu. De korte nop. Ja, ik wil eerst proberen wat actief te zijn. Als dat niet lukt, als ik hem doorheen kan, dan ga ik het rustig aanpakken. Dat is wat we nu. Is mijn mening eigenlijk. En wellicht dat ze dat een beetje meer moeten gaan variëren. Denk jij? Ja, dat denk ik ook. Juist omdat ze, volgens mij zijn er meer variaties. Voor Ding in de backhand. En iets minder in de voorhand. En Kim vindt het niet zo erg om alles met voorhand te spelen. Ja, dat was hem dus. Eerst de versnelling over de voorhand of de opbouw en dan de versnelling. De controle bij Ding maakt eigenlijk geen fout.
En een schuifhout, geen schuifhoofd. Geen fout in de verdediging, heel degelijk. Tweede game, 11-5 naar Ding. Wat denk je dat haar vaste coach, wat zou jij adviseren, Vincent? Vaste coach van Kim Vermaas, Pietje Bakker. Zit eigenlijk altijd bij nationale toernooien. Wat zou jij zeggen als je hem was? Ja, en wat je nu, met wat je nu ziet, zou je gewoon zeggen, je moet veel meer risico nemen op servers. Er zitten zoveel zijspinservers bij, die als je die te passief speelt, komen die te hoog. Dus je moet meer risico in het naar voren spelen doen, zodat je het eigenlijk dwingt om backspin te gaan spelen. En van daaruit dus andere opbouw kunt krijgen. En meer in voorhand, wat ik net zei. Eens kijken of ze meer controle over de service krijgt. Dat is toch een probleem, vind ik, in deze wedstrijd. Goede ontvangst. Vind ik een mooie variatie. Bijna niet te zien wat ze doet. Ook qua lengte meteen die omschakeling naar aanval. Toch de keuze voor de lange service om een. Normaal moet je de voorhand blijven, ja. Dit precies. Dat is niet zo erg. Ja. En dan bij tafel blijven staan. Hè. Op het moment dat zij komt, niet naar achter gaan, gewoon blijven staan. Kijken of je hem nog over kan nemen weer. Want in principe is die aanval niet super moeilijk. Het is gewoon maar een directe aanval. Goed zo. Zonde. Dat is eigenlijk, volgens mij moet je wel beginnen in backhand, want het is veel moeilijker om denk ik in voorhand te beginnen, maar je moet wel gaan verleggen naar voorhand. Misschien zou ik dat nog aangeven. Ja, volgens mij varieert ze wel ook qua plaatsing nu een beetje. Soms toch toch speelt meer in de zone. Dus ook in het hele backhand vak die ze gebruikt. En dan verplaatst het spel toch vrij snel naar voorhand vak. Kiest er toch weer voor een lange service. Dat had ze ook al van tevoren aangegeven. Ja, naar midden. Dus meteen die druk erop zetten. En dan vanuit haar voorhand direct die aanval kiezen. Hetzelfde eigenlijk weer de verplaatsing. En net wat je zei, Vincent, gewoon durven te blijven staan. Ja. Ja. Er zit toch veel in, hè? Ondanks dat er noppen is, er zit er toch veel in die bal. Oh, dat is raar. Nou, sportief. Geeft het toe dat de bal de kant raakte. Spelers zien dat meestal ook het beste. Echt, dat is een goede opbouw. Dat is echt goed. En dan gaat ze wat dichter naar het midden toe, maar wel naar voren. Ja. Ze serveert nu beter. Ik denk meer met zij, meer met hart. Plaats een beetje ook. Ja. Deze was ook weer goed naar midden, maar moet alleen de timing daarna kloppen. Ja. Naar 8-4 Kim. Ja. Dus
lijkt meer grip te krijgen op het defensieve spel van Ding. Het is ook de eerste keer dat ze tegen haar speelt. Ja, prima variatie met de backhand. Toch heel die verrassing. De eerste keer dat ze daarvoor kiest. Ja. Koos dit keer voor een korte service. Kijken wat ze nu doet. Volgende rally. Een beetje half lang. En dan eroverheen. Het varieert veel meer, vind ik. Het is ook qua service veel meer variatie. Ook qua plaatsen. Het is niet in, ja, ik vind het niet zo voorspelbaar meer. Zoals in de eerste twee games. Die service nog niet van kan Ding. Nee, het blijft moeilijk, blijft moeilijk te zien wat ze doet. Ja. Relatief twee makkelijke punten. Goede variatie van de service. Hoe zou jij nu beginnen, Vincent, als jij Kim was? Ja, de korte en de lange variatie rondom wisselpunt. Maar eerst mijn hart. Iets te half en dan toch eroverheen. Weer die hele snelle omschakeling. Echt niet te half leggen. Ja, dan zou ik weer meer van en nu moet je weer banger zijn voor de aanval. Dan ga ik toch wel meer naar Mekken toe. Ja. Kiest weer voor de lange. Ondanks dat ze inderdaad korte noppen erop volgende heeft, kan ze daar toch behoorlijk wat rotatie mee spelen. Maar Annie zei het ook al, hè, dat er veel mee gerommeld werd. Zeg maar. Aanpakken, ja, je moet aanpakken. Ja. Tussendoor. Mooi. Mooi. Ja. Dat is ook wel weer druk. Niet te vaak, denk ik, die best komt erin. Nee. Dat is juist ook de verrassing. Ja. Maar die haalt ze nu toch de tweede keer dat ik het zie. Is ook succesvol. Zou ze meer mogen doen, denk ik. Ja, dat is goede ontvangst. Ja. Ja. Dan zie je dat timing toch wel moeilijk is. Dat had Annie straks eigenlijk ook, hè? Ja. Goeie, ja, dat is goed. Goeie bal weer. Ja. Wat ik straks bedoelde, van dat ze die service meteen meer kan aanpakken. Ja. Dat ze gewoon veel meer druk kan zetten. Maar goed, de omschakeling die Ding net deed, dat is natuurlijk ook wel zo aardig om te zien. Ja. Dan krijg je aanval. Maar dan moet je wel weer terug in backhand, omdat Kim daar ook in backhand staat. Ja. En eigenlijk maakt Kim weinig van dit soort fouten, want dit was dan weer een dode bal. Ja. Of ze, ik heb niet gezien, hè, of er zoveel dode bal, maar ik heb ook Kim een aantal keer goed naar voren door zien gaan. Ja. En dan zag ze het dus wel. Dus dat was eigenlijk wel van deze game,
Kim doorziet het wel. Ja. En op het laatst pakt ze wel de service ook één keer aan. Maar ik ben benieuwd of ze deze mentale tik erboven komt. Ik bedoel, dit was toch een game die ze naar zich toe kon trekken. Ja, dit was verreweg de beste game die ze speelde. Ja. Leek de controle te hebben. Je ziet ook de omschakeling bij een ding die ook elke kans die ze krijgt ook aanpakt. Dus ja. Het is lastig om opbouw te spelen voor Kim. Dus ze moet wel met druk spelen, want elke bal die ze legde werd eigenlijk overgenomen. Dan wel met rotatie of op een directe tik. Korte service nu, even die opbouw. Ja. Dat is net wat je zegt, Vincent. Net. Ik hoop dat ze in ieder geval voor de wedstrijd even een tikje te boven komt. Dat we nog een wedstrijd krijgen. Het is echt tot 3 makkelijke punten op dit moment. Ja. Ik denk dat Piet van dit. Toch nog niet. Dat is goed, dat is een goede bal. Toch weer via de voorhand daar. Ja, ik vind het wel goed dat het in ieder geval consequent blijft doen, blijft spelen. Het is ook gewoon, ja. Kijk, nu moest je weer blijven staan. Ja. Dat is moeilijk. Maar wat ze doet is goed, ze speelt naar buiten toe, ze verplaatst, ze probeert het. Het ding komt er steeds overheen. Als je een bal iets te hoog legt, en maakt gewoon geen fouten. Nee. Hier ook. Jammer voor de wedstrijd, de voorgaande game. Ik denk dat ze die absoluut verdiend had, ook qua spel. Ja, nu zakt het helaas wat in. Ja, haar aanval is zo goed dat ze zelfs aanvallende rally gewoon wint. Dit is wel een heel goed team. Ja, heel goed naar voren. Goede timing. Ook weer heel mooi. Ja. Ja, niet te zien. Niet te zien. Ik dacht ook van dit is een zijspel dood. Het is toch weer veel backspin. Versnelling. Daar gaan we. Je ziet het aankomen. Ook de verdediging moeilijk te zien wanneer de backspin in zit, wanneer die dood is. Ja. Blijft hij er gewoon doorspelen en knokken tot het einde. Ja. Ja. Ja, we moeten zeggen, jammer. Helemaal niet slecht gespeeld van Kim. Nee. Maar dit was gewoon nog een niveau te hoog. Ja, conclusieniveauverschil is te groot. Ja. 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 Kim die van de. Ja, eigenlijk best tegen materiaal verdediging kan spelen, maar dit was een maatje te groot. Ja, ja. Je zag ook dat ze het wel kon.
maar dat dit gewoon net te veel van het goede was. En dan telkens bij dat terugleggen, hè, wanneer je wel terug moet leggen omdat hij zo laag komt, ja, kan zij geen druk meer zetten. En die bal die komt dan ideaal voor Ding om toch de aanval weer op een of andere manier over te nemen. Als het nog had gelukt om die legbal, om die zeg maar diep te steken.